zijn dus gisteren namiddag gearriveerd, dinsdag 11 april. En hengeltjes uitgevaren, alles opgezet. En vanochtend 6:30 hebben we de eerste gevangen. Spiegel, een halve rij van 14,6 kilo. Heel aparte vis. De vis waarvan het de eerste vangstregistratie is teruggaan in 1993. Langs de ene zijde beeldschoon, met echt vuistgrote schubben erop. En langs de andere kant ziet hij er eigenlijk uit als een beetje als een levend fossiel. Je ziet dat hij een kegel in zijn middenrif heeft gepropt gekregen. Er staat zo'n kegel op, ongeveer 10 centimeter lang. Dus ja, heel aparte vis, een vis met een vangstverhaal en geschiedenis aan vast. Het is zo dat hier alle vissen worden verplicht opgetekend en geregistreerd. Dus we weten eigenlijk al van in het begin dat we het water in beheer hebben behoorlijk goed wat er rondzwemt en wat er gevangen wordt elk jaar. En vandaar ook dat we weten dat dit een van de oudste, misschien wel de oudste nog levende vis is in het water. Dag allemaal. We zijn hier samen met z'n drieën, drie Shimano boys, Christophe, Alain en ikzelf, aan het vissen op een grindkuil in Limburg. Het water op zich is een van mijn thuiswateren. Ik vis hier al sinds 2009. De beste omschrijving die wat ik u kan geven onder de noemer thuiswater is als ik hier eenmaal aankom, die laatste paar honderden meters, gaat je automatisch sneller. Je wilt daar zijn, je wilt dat water zien. En het is letterlijk thuiskomen. Ik heb hier heel veel mooie momenten beleefd, heel veel mooie seizoenen. En iedere keer als ik hier dat water zie, dan komen al die herinneringen toch wel spontaan terug. Ik heb net mijn hoefijzer nog gezien uit de jaren, wat zal het zijn, 2010, 2011. Toen vond ik dat hoefijzer. Ik denk van, dat is mooi. Met het idee van die vis wil ik echt wel vangen, hing ik dat in die boom. Ik heb die vis nog altijd niet gevangen, maar het goede is, dat hoefijzer hangt er nog altijd. Dus de hoop is er ook nog altijd. En hij zwemt er nog. Dus wie weet. We hebben er vannacht nog eentje bij gevangen. 4:30 deze ochtend. Ik dacht eerst dat het een brasem was, want de vis kwam van heel ver, van dik 250 meter ver tegen een van de hotspots van het water. En water zakte een beetje, meer deed hij niet. Dus ik ging ervan uit dat het een brasem was, dat er hier behoorlijk veel brasem zwemt. En op zo'n 20 meter uit de kant, alles kwam goed mee, nog helemaal niet door de slip geweest, zat de vis ineens vast. Dus ik moest ook de boot in. Ik ga de boot in, ik kom erboven, trek een paar keer. Er kwam beweging in en in één keer op, ging hij door de slip. Fuck, toch karper. En, nog 10 minuten zitten drillen vanuit de boot. En bleek uiteindelijk een van de paar leders te zijn die hier zwemmen. Een vis die ik nog niet had gevangen. Dus een dikke meevaller, een opsteker, 13,3 kilo. Heel blij mee. Dat is een vis die trouwens pas uitgezet is in 2013 op amper 1 kilo. Dus nu 4 jaar later weegt 13,3 kilo. Het is een vis van een reeks van 7 Tsjechische vissen, die trouwens ontzettend goed doen. Er zijn er nu al 3 van die 7, zitten nu al boven de 13 kilo. En op een ander water in de buurt, net hetzelfde, dezelfde reeks, zat een volschip bij, die weegt er nu al 16, 17 kilo. Ook maar 4 jaar dat die erop zit. Dus we hebben het getroffen met die paar vissen. Een van de schitterende grindplassen die wat ons land rijk is hier. Ik vis hier sinds 2009. De eerste jaren heel fanatiek. Het is ook een schitterende plaats om fanatiek te vissen. De rust overvalt u iedere keer als je hier terug aankomt. Ook een heel groot voordeel is dat ik hier mijn boot kan gebruiken. Het is nog altijd mijn favoriete visserij. Dus op karpen vissen met het gebruik van een rubberboot en dieptemeter. Je kunt heel erg secuur voeren, je kunt heel erg secuur uw rigs uitvaren. Op de vierkante meter precies. Het zoeken naar hele kleine bultjes, hele kleine kuilen, naar talus, naar richels, naar grind.
Dat is iets wat ik heel erg belangrijk vind in mijn visserij. Als ik die boot kan gebruiken en als ik die rechts kan droppen exact op het plaatsje waar ik het wil, dan is dat een echte boost in mijn vertrouwen. De nautzetter van vorig jaar had gezet op 2,7 kilo, nu 8,8. Dus er iets meer dan een jaar op. Een van 5 stuks dat we toen hebben uitgezet en de beste van de reeks. Zo, visker. Ze zitten allemaal goed in het vlees, vind ik. Die leder ook, hè. Als ze nog goed eten gehad hebben in het najaar. Schitterende kooi, een heel oud beest al. Net geen 8 kilo, maar gewicht is altijd irrelevant bij dit soort vangsten. Deze morgen vroeg, het was al gehoopt dat 's morgens iets zou gaan rommelen aan een van de rigs. En gelukkig was het een van dit soort vissen, altijd mooi om een kooi te vangen. Ja, Shimano. Grote sessie met Christophe, Alain en mezelf. Toevallig alle drie VBK'ers. VBK'ers moeten ook eten, want op de liefde leven wij niet. Dus wat gaan we doen? We gaan een pot en pan light doen. Klaargemaakte aardappelpartjes met een heerlijke BBQ kruiding. En mijn all-time favorite Argentijnse steak. Alleen is meer voor het gevogelte, ik ben meer voor het grote beest. Argentijnse steak wordt geleverd in 2 stuks, dus je kan er 2 keer van smullen. Voor mij is het vandaag steak en morgen steak. Elke keer dat mijn hoedemakers aan het water zit, altijd hetzelfde. Gekochte aardappel, voorgebakken gekochte aardappel met Argentijnse steak. Dat noemt hij dan haute cuisine. Hij kent 1 gerecht, dat zit. Ook dit is een pakketje goed voor 2 dagen, dus ik doe de helft vandaag, de helft morgen. 2 keer hetzelfde menu. Niet erg, want ik denk dat ondertussen Alain Danau, daarachter op het landtongetje, dat hij weer is begonnen met zijn bonen uit blik en een stukje wit brood. Dat vind ik sowieso niet te eten. Nee jongens, wij gaan voor de wokpartjes. Spaghetti saus, bestaande uit wortel, courgetten, ajuin, look, paprika. De pasta die staat te koken. Straks saffron met feta en parmesan. Zo anders dan die troep van hoedemakers natuurlijk. Hè. Die eet altijd hetzelfde. Die kent maar 1 gerecht. Dat zijn voorgebakken aardappelen die hij koopt ergens in de winkel. En haar intense stek. Draaien. Hoe gevarieerd eten de makers. Dat is gezond. En voor uw wit brood en uw bonen waar het over had, we gaan mijn leven nog nooit iets uit blik eten. Dus. En wit brood is ook niet aan mij besteed. En dan nog de finishing touch. Klein
Een beetje appelmoes. Et voilà. Argentijnse steak. Wokpartjes met barbecue kruiden en appelmoes. Dit is het goede leven.